Welkom terug bij Magical Bucket List. En vandaag is het tijd voor Loungefly. Een Magical Collection. Ja, Magical Collection van de Loungeflies. Die de laatste maanden erg gegroeid is. Daarom dat we dachten, we maken er een Magical Collection filmpje van. Ja, hadden we dit een paar jaar terug gedaan, dan hadden we niet een lang filmpje kunnen maken. Nee. Nu is het nog geen mega lang filmpje, denk ik hoor. Maar ja, toen was het niet veel ooit. En toen werd het meer. Maar we zullen zien. Dat komt ook omdat de laatste tijd Loungefly heel veel nieuwe rugzakjes erbij heeft gedaan. Toch voor Disney in elk geval. Dus de samenwerking met Disney is eigenlijk gegroeid. Waardoor ze veel nieuwe en leuke rugzakjes hebben. Nou, gewoon het algemeen. Ja, Loungefly is groot nu, hè? Maar we zullen eerst beginnen bij het begin. Once upon a time. Was het eerste Loungefly rugzakje. Once upon a time. In de Land Faraway. Een purple backpack. In Disneyland. Dus deze heb ik zelf meegenomen in Disneyland. It's very sparkly. 2019. Ja, deze komt uit Disneyland. De achterkant. De achterkant is zo. Niet echt, geen speciaal tekening of zo. Klein rugzakje van voor. Ik heb een zakje van voor, sorry. De binnenkant is Spice the Polka Dot! Ja. Dat ik het moest hebben, was natuurlijk. Nog eens. Ja, dat moest gewoon. Hè. Dus dit was de allereerste die ik had. Ik dacht, ja, Loungefly is wel een beetje aan de dure kant. En nog altijd. Nog altijd. En ja, dan heb ik goed nagedacht wat ik wou. En dat was deze. En ja, zo is het begonnen. Daar heb ik het eigenlijk lang mee gedaan. Zo van, dat ik enkel deze had, bedoel ik. Ik denk dat het dan zo was. Dan hadden ze op de Large ook wel eens. Dus op de Large website hadden ze ook wel eens Loungefly. En op een gegeven moment had het deze. Van Harry Potter. Een handtas. Dus een handtas, ja. En ja, en ik heb er een pigmentpuff aan hangen. Die hoort er niet bij. Nou ja, die hoort er wel bij, maar die krijg je er niet bij, dat bedoel ik te zeggen. De binnenkant. Ja, dat is gewoon. En dan heb ik ook de portemonnee van. Ik denk dat ik die in actie heb gekocht bij de Large. Dus je ziet duidelijk dat die bij elkaar horen. Je hebt ook altijd het embleempje. Dit is Potter! Ik vond het wel heel leuk zo, die dingetjes erop. Dus. Je ziet ook, de eerste twee zijn nog geen Disney, dus de samenwerking met Disney is wel later gekomen. Hoezo? Waar noem jij dit? Oké, ja, sorry. Maar ja, het is omdat alleen paars is dat er geen Disney afbeelding op staat, bedoel ik. Maar je hebt gelijk, het is ook Disney. Ik weet niet wat dat dit al betoverd heeft, toch? Oké, en toen dacht ik natuurlijk van, er bestaat internet en daar hebben ze ook wel eens dingen op. Maar je hebt geen idee hoe ik daarop ben gekomen, maar ik denk dat iemand op YouTube een keer iets unboxed heeft en ergens. En ik dacht, oh, dat is cool. En dan hebben ze Loungefly. En toen ben ik daar gaan opzoeken. En dat was een UK website. Ik zal dat onder linken, want ik moet het even terugzoeken. Maar nou ja, had je heel veel pagina's Loungefly. En dan was van, en hadden ze ook special dingen. Want ik denk wel dat het een exclusief is, maar ik durf het niet 100% zeker te zeggen. Maar uit heel veel Loungefly's kwam ik deze tegen. En die kon ik echt wel niet weerstaan. Merida. Ja. Was ook wel super expensive. Maar ja. Dus sowieso, het kwam van een UK website. Ik heb volgens mij ook nog moeten betalen om. Ja, sowieso moet je shipping betalen. Ik heb ook importkosten moeten betalen. En ik denk dat het een exclusieve was, waardoor dat die ook weer duurder was. Maar ik vond deze zo mooi. Kijk, Merida. Ah, oh, en zo. Alle producten zo hier. Loungefly hier op de achterkant ook. Dat vond ik echt gewoon te mooi. Ik denk dat hier niet echt iets. Nee, dus binnenkant is niet echt. Ik ga de andere. Dus ja, dat was echt wel zo van. Ah, hier. Ja, even kijken of dat hier kunt zien. Maar nee. Wel donker. Zo, een beetje. Allemaal zo. Mijn tekeningen. Dus deze dacht ik echt gewoon van. Ja, oké. Okay. Dat wil ik echt wel. Dus die was. Veel centjes, maar daar ben ik al heel blij mee geweest. En vorige zomer is die mee naar Disneyland Parijs geweest. En heeft Merida deze gezien. En ze vond hem kei mooi. En alle broertjes zaten erin. Natuurlijk. Ja, passen er allemaal in. Hoe noemen de broertjes? Hubert, Haggis en Himmich. Maar knap. Maar ik weet niet welke. Maar Merida zei dat zij de enigste is die de broertjes uit elkaar kan houden. Ik ga ze geloven. En dan zijn we vorig jaar, denk ik.
Wat? Naar de Dutch Comic Con geweest. Vorig jaar. Ja. Ja. En dan stond Magical Gifts daar. Die hebben ook een echte winkel. Dus fout. Ja, heel fout. Maar ik had ook al Loungefly voorbij zien komen. En dit was gewoon zo... Ja, vastbesloten dat ik dat moest hebben. Want het is paars. En het is The Little Mermaid. En I couldn't resist. Zo! Dit is mijn third Loungefly. Dit krijg je er ook niet bij. Ik hang gewoon dingen aan. Dingen. Dus hier heb je Sebastian en Antika en Butcher. Nu heb je het kasteel van Prins Erik en Jutta. Ja, Jutta. En hier is Purply. En hier heb je een baby en zo. En aan de achterkant, Ariel en Erik. Wee! So pretty! En de binnenkant is paars. Met Potje en Sebastian en Zevier. Onderaan. Dus ja, ik moest deze hebben. Deze heb ik ook al redelijk veel gedaan. Oh, en ik heb ook de portemonnee ervan. Die heb ik op een Disneymarkt gekocht. Die is niet van de Magical Gifts. Die hadden zij die op dat moment niet meer, denk ik. Ja, dat is een beetje het ding met Loungefly. Als je dat dan ziet en je wil alle twee, dan moet je altijd een beetje snel zijn, want anders kun je niet alle twee hebben. Ik denk dat ik toen ook mijn eerste Loungefly ding gekocht heb. Dat kan. Deze. En, oh, ik ben nog bezig. Nee. Ik heb toen bij hetzelfde kraampje van de Magical Gifts een portemonnee gekocht. Ja, goed gebruikt dus. Die is al goed gebruikt, dus je kunt het zien. Deze kant valt nog mee. Deze kant is al heel erg afgegaan. De binnenkant ga ik niet laten zien, want er is echt niks aan te zien. Gewoon bruin. Het is gewoon bruin. Maar ik vind, ja, van Robin Hood vinden niet veel. En ik vind Robin Hood een heel toffe film. Dus ja, portemonnee, die gebruik ik al wel even. Ja, kunnen zien. Het zien. Ja, die komt ook van de Magical Gifts, maar ik denk niet van het kraampje, ik denk van de winkel. Ah, van de winkel? Ah, dat zou kunnen, dat we dat iets later gekocht hebben. Ja, maar dat was ook wel van de Magical Gifts. Nou, we zullen anders onder een lijstje maken van waar alle Loungefly's vandaan komen voor de mensen die geïnteresseerd zijn. Maar we halen dus overal en nergens Loungefly's. Dat klonk niet logisch, maar ja! Dus oké. So then, that happened. En dan was jij denk ik naar de Disneymarkt bij de Neverland Shop. Ja. En dan was er een Loungefly die we alle twee heel mooi vonden. En Steve zei dan, ja, maar ik wil alleen maar de portemonnee eigenlijk. Nee, en... ik wou allebei. Ja. Maar... jij wou die ook, dus hebben we gezegd, dan doen we het voor ons twee. En jij spaarde toen alleen portemonnees. Ja, dus maar jij zei, ik wil de portemonnee, maar ik vind de rugzak dan... Dus dit vonden we alle twee mooi. Dus hebben we onze samen Loungefly van gemaakt. En dat is deze! Inside Out! Echt een... topfilm. Wij zijn dol op Inside Out. Ja, absoluut. Ja, het is een van onze favoriete Pixar films in mijn top 5. Letterlijk. Zo letterlijk. Maar nu heb je Turning Red. Ja. Ja, wacht. Ik was nog niet klaar. Hier heb je Joy and Sadness met een memory ball. Je hebt een embleempje. En hier de zijkant. Heb je trouwens zo aan de... En... ja, allemaal. Ik ga het even open doen. De binnenkant zeg ik niet van deze. Ah, allemaal memory balls en die lens dingen. Het zou handiger moeten zijn om hier een foto van te kunnen zien, maar... zo, very pretty. Heb je natuurlijk ook de portemonnee die erbij hoort. Ja, die dus ook. Het is weer dezelfde afbeelding. En op de achterkant de memory balls weer. En dus de binnenkant, dus hier zie je van boven ook nog een klein beetje de afbeelding die eigenlijk aan de voorkant en de achterkant is. En blauw van binnen. En wie is je favoriete emotie van Inside Out? Oh, dat is moeilijk. Nou, ik vind ze allemaal zo leuk. Ja, pick one today. Pick your favorite emotion from today. I don't know. Anger. Dat echt. Ik is sadness. Maar ik vind ze allemaal super. Ja, ja, ze zijn allemaal geweldig. Eerlijk gezegd vind ik Joy misschien ook de minst leuke. Do not. Joy is geweldig. Maar ik vind ze allemaal heel leuk. En er komt voor de nieuwe film komt er een extra emotie bij. Where did you hear that? Dus ze zijn, ik ben heel benieuwd wat dat gaat zijn. Komt er een nieuwe film aan?
Ja, maar ja. Het is niet dat we een nieuwe emotie kregen. Ja, ja, ja. Dit is nieuws voor mij. Ik heb dat gelezen, dat er een nieuwe emotie bij kwam. Ik ben sowieso gewoon excited dat er een 2 komt. Ik ga gewoon zalig zijn. Ik bedoel, die film is zo herkenbaar en lachen en laat alles. Laat hopen dat het zalig gaat zijn. Ja, wie? Altijd spannend, hè? Als je hoge verwachtingen hebt, dan is het al moeilijk om het in te lossen. Maar niet dat kan. Altijd. Heb je die ook niet daarvan? Ja? Dat weet ik niet. Ja, dat kan. Ja, dat kan. Ik was er niet bij. Ja, ik heb nog een Coco portemonnee. Of course. Loungefly. Met de bloemblaadjes. Die het land van de doden bereikbaar maken. En dan Miguel. En Hector. No Dante. Nee, Dante staat er hier niet op. Nee. Met de gitaar van... ja, eigenlijk van Hector, hè? Die gitaar, toch? Die witte gitaar is van Ernesto, toch? Ah ja, van Ernesto. Maar ik dacht, was die niet origineel? Nee. Nee, het is die van Ernesto. Maakt niet uit. Ja, hey, dus Coco, portemonnee. Coco! Ja, ik heb nog niks van Coco. En dat is eigenlijk ook het enige van Coco dat ik heb. Van Loungefly bedoel je? Van Loungefly, hè? Ja. Hij is nog op zoek naar de perfecte rugzak die erbij past. Maar... toen, op die moment, had ik dus alleen nog maar portemonnees. En een gedeelde lounge. En een gedeelde lounge. En toen werd het kerst. En toen dacht Kimberly, ik ga Steven een... Wat ben je aan het lachen? Het klinkt gewoon grappig. Dat is niet juist. Jawel, doe maar. Oh. Ik was gewoon aan het lachen omdat het grappig klonk. Toen dacht jij, ik ga Steven een lounge cadeau geven. Ja, toen ik deze lounge zag, dacht ik dat. Maar ja. Doe hem! Ja, hij is natuurlijk één van mijn favoriete villains. Maar ja, omdat ik blauw haar zelf heb. Nou ja, momenteel is het heel lichtblauw, maar omdat ik blauw haar zelf heb, was dat echt wel een gepaste rugzak. Sowieso, hij is heel cool. En op de achterkant staat Property of the Underworld. Dus hij is eigenlijk niet van mij, hij is van de Underworld. Ja, hoe is de binnenkant? Binnenkant. En dan bent het ook niet. Hè? Waarschijnlijk heel donker. Oh, ik kreeg hem al bijna niet open. Leuk, pretty purple. Blue. Ja, met van die geesten eigenlijk een beetje. Hè? En heden zit er vlammetjes. Dan, vlammetjes en heden zit er dan af en toe tussen. Ja. Leuk. Cool. Ja, ik zag het en toen dacht ik, dat is het perfecte kerstcadeau. En sindsdien is het allemaal een beetje om zeep. Ja. This get us started. En dan hebben we... ja, nee, maar er kwamen er ook veel acties. Oh ja, ook ja. Ja, dat ook. Dat ja. Was de inderdaad. Reden. Soms heb je acties. Soms heb je korting op pre-order. Soms heb je het korting zijn dure, gewoon. Het zijn prachtige rugzakken, maar ook dure rugzakken. En dan, alleen die mega dan duur. Zien we dan zien we af en toe mooie kortingen. En dan denk ik, ja, dat kunnen we niet laten liggen. Zeker als het dan eentje is die we prachtig vinden. Ja. Ja. En dan is het al moeilijk om te kiezen, want er zijn er zoveel mooie. Ja, dat maakt het eigenlijk duur. Het is niet dat de handtassen zelf zo €200 kosten. Hè, tenzij dat je ze op eBay moet zoeken. Omdat 90 speciaal... euro zeker? Ja, niet standaard. Hè. Maar sommige van, er zijn er van €90 inderdaad. Maar als je dan bijvoorbeeld een pre-order en je krijgt zoveel procent, dan scheelt dat weer. En soms ja, dan moeten ze plek maken in winkels of online voor dan de nieuwe collectie. En dan krijg je meestal korting. En dan is het vaak interessant. En wat er hier gebeurd is is een combinatie van pre-orders en korting. Maar we hebben eerst een paar pre-orders gedaan. En dan nadien ben jij in Breda in de winkel nog eentje tegengekomen voor mij. Ja, dat was het Funko Pop winkel. Dat was een zakje dat ik over aan twijfel was. Uiteindelijk, ja, uiteindelijk toch niet gepre-orderd heb. En dan kwam ik hem tegen een goedkope prijs. De helft van de prijs. En dan had ik zoiets van, ja, kunnen niet laten liggen. Nee. Dus ik zei daarnet, Robin Hood kom je niet veel tegen, maar hier is nog eens Robin Hood. Het was nog maar de tweede keer dat ik hem tegenkom, dat valt nog mee, hè. Het is dezelfde print eigenlijk. Helemaal, hè. All over. All over print. Dat is mijn t-shirt.
al over. Nou, dat is denk, en ja, ook aan de binnenkant. Als je dan twijfelt, dan ja. En dingen zijn dan in korting, dan ja. Aan de binnenkant van het voorste zakje is dezelfde print als hierop. Maar hier, aan de binnenkant van het rugzakje, als ik het kan laten zien. Ja, ja. Zo. Zie je allemaal tekeningetjes geïnspireerd door Robin Hood. De pijl en boog en zo, en de kroon van en de hoed. Ja, zulke dingen. Hoe? Dus en ja, hij is blauw. Het is Robin Hood en het is blauw. Dus ja, goed hè. Dus dat was snel. En ik heb in diezelfde winkel ook iets gevonden van ja, Loungefly, dat ik ook al langer wou. Ja, op het oog had en dan ja, dan elke keer net niet gekocht. En inderdaad, mijn tweede Harry Potter ja, handtas toevallig. Nu valt het mij op. Ja, mijn tweede handtas. En daar staat Luna Lovegood op. I love Luna. Echt geweldig. En daar staat ze dan met drie outfits eigenlijk op, ja. Ja. Ja, gewoon. En dan in de Ravenclaw outfit en dan met de leeuw. En dan heb je natuurlijk het bril en de Deadly Hallows en de patronen, de toverstok. Maar eigenlijk heb je een heel lange slier die er aan vast hangt. Die je er niet af kunt halen, wat ik een klein beetje onlogisch vind, Loungefly, maar ja, maakt niet uit. Dus, de binnenkant is roze en er staan zo de bril in. Ik doe de brilletjes een paar keer. Ik wil even kunnen zien. Dus ja, ik zag deze en dacht, oh, ik kan die meenemen. En die was ook de helft van de prijs, dus daarom was ze van, oké, okay, ik ga die gewoon meenemen. Ondanks dat we dus eigenlijk alle twee wisten dat we pre-orders hadden staan. Die opgehaald moesten worden en nog betaald moesten worden. Maar dat was van, maar er zit korting op. Sommige waren al betaald. Hè? Ja. Maar de volgende die gaan tonen waren nog niet betaald. Die moesten we gaan ophalen in Roermond bij de Kings and Queens. Ja, heel leuk winkeltje. Heel leuke mensen ook. En jij had er daar twee. Nee, we hadden allebei eentje besteld. Ja. Maar jij hebt er ter plekke nog eentje bij gekocht. Dus begin je anders met eentje van jou? Want er was er één waar je eigenlijk al heel lang ja, aan het uitkijken was. Dat is, ja, dat is een dom verhaal eigenlijk. Waarom? Nou, omdat het een luisteraar is die ik eigenlijk sinds oktober eigenlijk al wil. En hij was right there. Ik zag hem. Ik kon hem niet. En ik heb hem niet meegenomen. Omdat ik dacht, ik ga er nog even over nadenken. En sindsdien ben je in mijn hoofd hangen. Dan zeg ik, online was natuurlijk dubbel zo duur. Want daar heb je dan ook wel eens als mensen dingen inkopen. Dan wordt dat dubbel zo duur. Hangt er ook vanaf hoe gewild dat een Loungefly is. Of dat het een exclusief of limited of zo is. Dat hangt daar allemaal van af. Dus soms vind je het dan niet meer in de winkels. Niet meer in de online webshops. En dan kijk je op eBay en dan verdubbelt de prijs. Dan vinden we wel eens iets. Maar dat wou ik dan ook weer niet doen. Dus ja, en ik maar zet, want ik vond die niet meer. En ik dacht zo dom, ik had het beter meegenomen. Slapeloze nachten. En plots. En plots was er een vriendin van ons die obsessed is met Loungefly en van allerlei dingen weet. En op de hoogte is. En die had mij getagd op Facebook. En ik denk, waarom tag zij mij nu? Ja, waarom zijn waarom tag je mij nu? En ik kijk en ik... My god, het is de Loungefly die ik zoek. Oh man. Ik zo, oké, okay, pre-order. Ja, laat de mensen nou niet langer in spanning. Oh, sorry. This is the bag. Kijk, het is Esmeralda. En ik ben de naam van het geitje kwijt, maar volgens mij is die weer een paarse. Ja, yeah. What give it away. Very purpley. Sokkel, en hier op de achterkant staat er nog mijn kwaadie. Zo mooi! Ik zag die, ik vond die tekening zo mooi, met de bloemetjes en zo. En dat is zo film, ik heb die vroeger gezien in bios, als kind, met een kinderfeest. En ik was daar enorm van onder de indruk, ik was er echt van aangedaan. Hè. Dat was echt, ik vond haar een zielig verhaal eigenlijk en zo. Maar ik vond haar heel cool en ze was echt gaaf en zo. En ja, dat is zo kinderfilmen. Hoe moet ik dat zeggen? Hè? Dat is iets van die jeugd dat er nog altijd is ook. En je vindt heel weinig merch van... Nostalgie, ja. Ook, hè. Is de binnenkant. Dus ook weer zo symbooltjes. Silhouetten, denk ik. Silhouetten. Zonnetje en Esmeralda. En hoe heet nu weer? Iets met een D, denk ik. Ik weet het niet. We gaan het moeten opzoeken, want nu is... Als je het weet, laat het in de comments weten.
ga dat ook opzoeken direct hoor. Want het is irritant als je die... Ik vond die super mooi. Ik ben super blij dat je nu mij erin getekst. En ik ben niet in meervoud aan het spreken van mijn eigen. Wij kennen letterlijk iemand die dezelfde naam heeft als mij, maar anders geschreven. Dus niet denken dat ik aan het worden ben. Dat is niet zo. Toch niet meer als dat het andermaal was. Dus shout-out naar Kimberly voor mij te tegen in deze tas. Want nu ben ik heel blij dat ik de tas heb. Oh ja, and then this happened. Ja, wacht. We hebben nog iets anders gepreorderd, hè. Iets voor mij. Oh ja, ik dacht dat het ook... Maar ja, het is goed. Ik dacht dat het er weer helemaal om jou ging. Oh, dat is niet waar! Kijk, een mooie kaart. Very pretty. Mooi, hè? Ja, op zich twijfelt, hè? Want er was nog een andere kaars, maar... Ja, ja, maar uiteindelijk ben ik toch blij dat ik deze genomen heb. Dat is lastig soms. De Piston Cup op de achterkant. En hangt dat en nu aan? Dat hangt hier een... Ik heb dat niet. Meter aan, takel. Heel schattig. Aan de binnenkant. McQueen? Ja, Lightning McQueen met nummer 95. Wat zegt hij altijd ook alweer? I am speed. En hier, de binnenkant, loopt eigenlijk de tekening hierboven nog een klein stukje door. Met dan de blauwe baan waar de McQueen op staat. Echt superleuk. Dat is denk ik wel mijn favoriete lineslide die ik heb. Ja. Het is moeilijk, maar ik denk het wel. Ja. Even hier zitten. Ik snap het. Dus ja, die twee hadden we gepreorderd. En dan loop je daar in de Kings and Queens en die hebben heel veel loungefly. En het heeft een schattig klein winkeltje, heel lieve mensen. En ja, dan loop je zo, nee, ik ben oké, blij dat ik deze heb. En dan hebben ze dingen ook in afprijzing staan. Omdat die dus ook regelmatig ruimte moeten maken voor nieuwe spullen. Want anders past dat gewoon niet meer. Ja. Als loungefly bij wijze van spreken elke maand 20 verschillende loungefly's uitbrengt. En je moet die allemaal neerzetten. Is gewoon lastig. Ik snap het. Waarom staat McQueen nu achter mij? Omdat ik geen plek had om hem te zetten. En daar was plek. Oké, let. Maar ja. En toen zag ik iets. En toen ik het had gezien, kon ik het niet meer ontzien. En ja, ten... I had to buy it. Sort of. So is this. Very cute mini. Het is glow in the dark, hè? Ja, dus deze ligt op in het donker. De inside out ligt ook een beetje op trouwens. Dit is echt zo een mini gezichtje. Maar dan een pompoentje. Hier op de achterkant staat ook een pompoentje. Nou, nou, ga weer. Ah, super cute. Er hangt ook eentje aan. Ja, maar dit is van Tokyo Disney. Dat heb ik in mijn wielen gekregen. Dat hoort hier niet bij mijn. Je hebt er gewoon al iets aan gehangen. Want ja. Dat hing aan mijn Ariel. En ik zag dat ik dacht, nee, ik ga dat op een pompoentje hangen. Dat past bij. Hier het loungefly embleempje. Ja, dus ik ben al helemaal klaar voor Halloween. Dit is de binnenkant. Ja. Denk je toch. Nee, pompoentjes. Oh, ik ben aan iets anders aan het denken. Dus dit is eigenlijk gewoon ook... Zo, en je hebt hier ook een hengsel. En het is een rugzakje ook. Ik dacht eerst als ik het zag dat het een hand was. Maar dat was niet zo. Zo schattig, dus ik heb gewoon al een loungefly voor Halloween. Ja. En we zitten nog in de eerste paar maanden van het jaar. Dus ik loop vooruit. Maar je bent al klaar. Ik ben er al klaar voor. Ik bedoel... Hoe kom ik er nu niet meer in? Zo schattig. Dus deze zijn van de Kings and Queens. Heel, heel, heel blij mee. Ja. En dan, we hadden twee pre-orders tegelijk lopen eigenlijk. We hebben bij de Kings and Queens gepre-orderd. Ja. En dan zagen we dat er in Breda ook nog een winkel, een online winkel was. Die ook heel veel loungeflies in sale deed. En daar stond ook een speciale bij voor jou. Maar ik zal eerst van mij... Dus niet sale, dat was pre-order. Ja, maar... Er stonden ook een paar sale dingen tussen. Een paar, ja. Doe jij maar eens. Maar ik doe eerst, want ik heb er twee. Ik zal eerst deze nemen. Ooit had hij er bijna geen. Ja, en nu heb ik er vier. Vijf, sorry. Vijf. Ik heb deze Tiana met Tiana's Palace. Want Princess and the Frog is een van mijn favoriete films. It's pretty. En op de achterkant. Tiana en Nadine en Louis.
Beautiful. Ah ja, en op de voorkant staat trouwens ook nog Ray. Samen met Kikker Naveen. Kikker. Kikker Naveen. Kikkerversie van Naveen. Piri, 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 piri. Zo. Piri, 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 piri. Ja, mag wel afmaken. Oh ja? Okay. Ja, doe maar. En dan mijn laatste launch fly. Darkwing Duck! Kom, hoe geweldig is dat nu? Let's get dangerous. Staat op de achterkant? Of in het, staat op de achterkant, hè? Let's get dangerous. Of in Nederland, laten we lekker Link gaan doen. Ik herinner mij dat dus niet echt dat dat zo zat, maar... Ik heb je kunt wel de Disney Plus Darkwing Duck terugkijken. Ja, je hebt ook je dingetje. Ah ja, ik denk dat het noemde de Quackmobile. Als ik mij vergis, laat het zeker weten. Maar ik denk het wel. En Turbo vloog die vaak. Turbo, dat is die ene. En hier aan de binnenkant allerlei Darkwing Duck poses. Darkwing Impulse. Ik ben de dreiging, die flappert er vanaf. Ik moet dat precies nog eens zien, want er komt niet alles, maar ja, dat was een cosplay denk ik ook, hè? Ja, dat was een cosplaypas. Die zijn meestal ook duurder. Voor het geval dat je eigen in het city, een beetje eigen gewone lounge slice, je hebt was de limited. Hades ook een cosplay dan? Goh, dat weet ik niet zeker. Die heb ik gewoon in het park gehad. Misschien. Dat weet ook niet alles. Maar je hebt ook een cosplaypas, hè? Ja, ja, ja. Maar de cosplays zijn duur over het algemeen. Die zijn meestal rond de 90 euro voor de mensen die dat daar... Neigen. Ja, interesseren. Dat is expensive. Maar het is pretty. Kom aan, hoe vaak vinden Darkwing Duck terug? Ook iets waar je amper merch van vindt. Dus dat is ook een van de dingen dat je dan zegt. Je vindt er niet veel merch van. Hij is heel mooi gedaan. I want it. Yes. Ja. En ja, mijn laatste landslide die ik ga laten zien. Is ook een cosplay landslide. En hij is zo cute. Dat heb ik met dat ik hem moest pre-orderen. Waarom heb ik het idee dat ik de bad influence ben? Ja, daarom hebben we During Collectibles besteld, omdat jij die wou. En dan heb ik gekeken wat ik ook nog wou. En dan zijn we eruit gekomen. I'm not the bad influence, it just looks like that. Zoals Taylor zou zeggen, hi, it's me, I'm the problem. Maar, I mean, this is the wallet. It's cute. It's so cute. Look at it. En als je niet weet van wie de hond is, Raymond. Het is Max van Prins Erik. Of voor de Studio 100 fans, het is Samson. Ik denk niet dat ik ga werken, maar Bert denkt van wel. Ik denk niet dat er iets interessants van binnen te zien is. Ja, je hebt een heel klein beetje de binnenkant van de rugzak ook. En je hebt je pootje. Dat is schattig. So it's cute. So, dit is al cute, maar get ready hè. No. Want de rugzak is more cute. Oké, ik heb gewaarschuwd, hè. Hier komt de backpack. Oh, ik vind hem zo schattig. En, test hem eens. En dit is furry. Het is lekker zacht. Zacht en furry. Zoals Max is. Kijk, wat schattig. Kijk dan. Schattige! Zo cute! Hij is best groot. Hij is echt zo... Dit is allemaal zacht. Er staat ook op de achterkant iets op. Dit is allemaal zacht. Ja. Oh ja, op de achterkant is ook... Is Erik met Max! Binnenkant laten zien. De zijkantjes staan niks trouwens. Ik heb het idee dat dat vaak bij cosplay is. En aan de binnenkant... Hey yo! En Erik. En Max. Ja. En jou, Erik en Max. Wee! Mooi, hè? Ik kan niet wachten om deze te dragen naar het park. Gelukkig heb ik er een trip op staan. Anders wist ik niet wanneer ik hem moest dragen, hoor. We vinden wel een reden. Nou, ik heb altijd zo'n reden. Maar het was wel zo, eigenlijk, de pre-orders gingen later komen. Dus de Esmeralda van de Kings and Queens ging eigenlijk, dat ging nog een weekje duren misschien normaal. En dat was niet, die waren vroeger binnen.
Dan zei oh, dus dat was super leuk. Dus wij gaan halen. En echt 2 dagen later krijgen we een mail van dat de pre-orders zijn binnengekomen voor maart. En dan zijn die binnengekomen. En toen waren we compleet voorlopig. Ja. Voorlopig. Wees wel voorlopig even goed. Voorlopig. We hebben de laatste tijd veel binnengehaald. Ja. Ja, dus ik heb... Je moet er weer sparen voor de volgende. De afgelopen maanden mijn collectie verdubbeld. Maar we hebben het gevoel dat er de komende maanden nog wel leuke dingen gaan komen. Ja, we hebben... Ja. We kunnen het misschien wel zeggen, hè. We hebben geen beelden, dus... Ja, dus we hebben... Een sneak peek gekregen. Een sneak peek gekregen van komende lounge slides en... Ja. We mogen niet vertellen welke er komen, nee. Maar we kunnen jullie zeker vertellen dat er nog heel veel mooie komen. Ja. Ja. En dat, er is een lounge fly, maar dat ze geen afbeelding van hadden. En dat Kimberly meteen al zei, die ga ik kopen. Die ga ik waarschijnlijk kopen. Maar, denk even na wat je denkt dat het is. En als het er is, dan ga ik het zeggen. En de reden dat er geen afbeelding van was, was omdat er geen spoilers mochten. Ja. Mag allemaal nog niet gekend zijn. Er zijn wel sommige dingen nog secrets. Er waren meerdere dingen die geen afbeeldingen hadden. Hè? Ja. Dus, maar er was er één dat jij direct zei, die ga ik waarschijnlijk die kopen. Die ga ik kopen. De kans is... 75% inderdaad dat ik die ga kopen. Of het moet echt heel raar lopen, maar dat denk ik eigenlijk niet. Ik kan geen hints geven, maar jullie gaan het wel weten. En als het zover is, ga ik het zeggen. Want nu gaat dat niet. Dus keep the secrets, hè. Maar het gaat een leuk luisterjaar worden, denk ik. Ja? Ja. Dus, tot zover de Magical Collection Loungefly editie. Dus 5 tassen van mij. 2 portemonnees van mij. Oeh, mijn portemonnees niet geteld. 4 of zo. 1 gezamenlijke portemonnee en 1 gezamenlijke rugzak. Ja. En hoeveel tassen van jou? Ah. Dus ik sta nog altijd achter. Ja, je hebt nog ruimte om in te halen. Nou, dit was onze Lifestyle collectie. Ja, onze Magical Collection Lifestyle Edition. Bij Magical Bucket List. Voor nou. Hallo, mag ik het zeggen? Als je het een leuke collectie vindt, steek dan dat duimpje omhoog. Als je ons kanaal leuk vindt, zeker abonneren. Want dat helpt ons kanaal. En dan zien we jullie graag terug bij een volgend filmpje. Zie, het is handig voor veel doelen. Ja. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken.